Want als AZ het kan, Twente kan het, dan kan Groningen het zeker. Waarom niet? Onlangs organiseerde Martini Sport & Business in de ABN AMRO Business Corner in Euroborg voor haar leden een speciale sportquiz. De quiz stond mede onder leiding van de huidige spitste trainer van FC Twente, Jurie Mulder, wiens vader Jan werd geboren in het Groninger Bellingwolde. Jurie, ik kwam weer op de fiets en toen vroeg ik jou, Jurie, kiest u ook Groningsverstoorn? Wat zei je? Kiest u ook Gronings verstoorn? Ja, waarom zou ik Gronings moeten kunnen verstaan? Die roots liggen hier in Winschoon. Mijn roots? Die roots. Mijn roots liggen in Winschoon. Ja, meeuw. Ja, heb je wel het gevoel dat je een beetje thuis komt? Ja, ik heb ook. Daarom vond ik het ook hartstikke leuk aan het einde van mijn carrière. Dat Nijland en consorten. En Lodewegers was toen trainer. Dat hij mij belde of ik hier nog een jaar wou komen spelen. Dat werd goed ontvangen ook op de een of andere manier. Hier bij de, en dat komt denk ik ook omdat mijn ouders die komen uit, weliswaar niet uit de stad Groningen. Maar uit de provincie hier vandaan. En het leek mij nog echt hartstikke leuk dat ik bij wijze van spreken gewoon bij Groningen nog een jaartje kon voetballen. En dat mijn oma, die vandaag jarig is, 89 jaar geworden, dan naar het voetballen kon kijken. Maar achteraf ben ik blij dat ik het niet gedaan heb. We spreken nu over 2002, 2003. Want mijn knie was gewoon niet helemaal goed. En voor Groningen was dat ook eigenlijk beter. Mulder presenteerde de sportquiz samen met sportjournalist Eddie van der Leij, de FC Twente-watcher van het Algemeen Dagblad. FC Groningen was voor de quiz vertegenwoordigd met een team bestaande uit Michael Kieftenbelt, Tim Sparf en Kees Kwakman. De vragen waren behoorlijk moeilijk, moet ik zeggen. De huidige spelers van FC Groningen zijn niet geheel bekend met de geschiedenis van de FC en slaagden er daarom niet in om de quiz te winnen. Hoe vaak scoorde Luis Suarez in het shirt van FC Groningen? Ik zal een tegenvallen als het maar 10 waren. Zou Ajax hem dan kopen bij 10 goals? Het ging veel over Groningen en over de geschiedenis. In welke plaats begon Michael Kieftenbelt, die zit hier vooraan, ex-FC Twente, Michael, goedenavond ook. In welke plaats begon hij zijn voetbalcarrière? Was dat A, Lemelerveld? Of was dat B, Jipsing Boertange? Jipsing Boertange, had je er wel eens van gehoord? Nooit van gehoord, nee. Van die Achmat. Nooit van gehoord. Van die Achmat. Hoe staat hij in jouw herinnering? Die vraag, dat weet ik echt geen antwoord op. Welke sport beoefent zij? Dat is simpelweg de vraag. De vrouw van Milko Djurovski. Djurovski wel, maar dus, daar wist ik al wat van. Maar niet welke sport zijn vrouw beoefent. Dus dat soort vragen. Maar ja, leuk verzonnen. I don't know. Ik denk dat mensen ook blij zijn als ze even zien dat wij ons hiervoor interesseren. En ik denk dat ook voor die mensen die hier zijn, wat toch ook sponsors zijn, dat even goed is. Het echte verhaal van Kees Kwakman willen we eigenlijk nog even horen straks. Hè? Ja. Kom maar even, Kees. Kom maar even. Nee, kom maar even. Nee, je geeft zelf de voorzet, dan kop ik hem in. Ja. Kom maar even. Met het ware verhaal doelt Van der Leij op het vertrek van Kwakman bij het Duitse Augsburg. Wij zijn vooral geïnteresseerd in hoe het nu met de Van der Lies-blessure herstellende Kwakman gaat. Virgil van Dijk en zo, die doen het goed achterin. En Evans. En dat is niet zomaar kattenpis natuurlijk om weer in het eerste elftal te komen. Kan ik me voorstellen? Nee, maar goed, ik moet eerst maar zorgen dat ik weer fit word en... Waarschijnlijk na de winter ben ik er weer en als ik gewoon fit ben, dan verwacht ik weer dat ik ook speel. Ja, dan trainer is het toch niet. Nee. Dan hoor jij in de basis, vraagteken? Ja. Kijk, dat wilden we horen. Dames en heren, bedankt en een applaus voor Kees Kwakman. Dan nog even terug naar Jurie Mulder, die zich tijdens de quiz jammer genoeg een beetje op de vlakte hield. Volgens hem kan FC Groningen in de toekomst kampioen van Nederland worden en dat is natuurlijk interessant om te horen. Wat heel belangrijk is, is de organisatie. Is die van boven goed, vanuit de basis goed, ja, dan zit je goed. En dan moet je het langzaam uitbouwen. En dan kun je misschien inderdaad een keertje daar eindigen waar AZ en FC Twente ook een keer geëindigd is. En kijk, dat hadden we tientallen jaren geleden of zelfs 10 jaar geleden niet gedacht. Dat was Ajax, PSV, Feyenoord.